De hoge overheid die legt ons op om tegen 2025 een goede kwaliteit van oppervlaktewater te garanderen. En we hebben daar voor Heusden-Zolder al goed werk geleverd, want 93% van onze bewoners die zijn al aangesloten op het openbaar rioleringsnet. We hebben er nog een 40-tal straten of stukken van straten die nog niet zijn uitgerust. En daar gaan we een aantal straten van oppikken, zoals de Opbikstraat, de Havenstraat. Onder andere de halvijvers, waar we na het bouwverlof gaan beginnen. Dat is een project wat lang heeft aangesleept, maar we hebben nu eindelijk groen licht gekregen en dan hopen we dit jaar nog te finaliseren. Het uitbreiden van het rioleringsnet is maar één van de beleidspunten op de agenda van schepen Robin Stroobans. Want ook op gebied van sport, een andere bevoegdheid van Stroobans, staat er heel wat te gebeuren. Om een volgende droom te helpen realiseren. Een velodroom. Tegen 2017 zal er aan het circuit van Zolder een prestigieuze wielerbaan verrijzen. Die velodroom wordt bijna volledig met Vlaams en provinciaal geld gebouwd. Maar omdat het binnenplein van de wielerpiste ook als sporthal gebruikt kan worden, doet ook het gemeentebestuur een duit in het zakje. Heel wat gemeentes hebben het financieel moeilijk. En wij vormen hier met Heusden-Zolder ook geen uitzondering. En daarnaast zitten we met een verouderde sportinfrastructuur. En als er zich dan een opportuniteit voordoet, zoals de velodroom, waar wij voor een geringe inbreng toch kunnen gebruik maken van 4 volwaardige binnenterreinen, dan vind ik dat je als gemeente die kans moet grijpen en daarmee op moet inzetten. Wijnen is hier nu bezig met het onkruid te bestrijden met pesticiden. Dit is een beeld wat vanaf 2015 ook uit het straatbeeld gaat verdwijnen. Want de overheid legt ons op dat wij niet meer mogen behandelen met pesticiden, maar we moeten gaan naar meer milieuvriendelijke alternatieven. En dat is goed voor het milieu, maar is natuurlijk erg nadelig voor de gemeentekas. Want waar we nu vandaag 1 keer gaan behandelen met pesticiden, zullen wij de volgende keer 4 keer moeten gaan spuiten met schuim. Of 8 keer gaan branden om hetzelfde effect te hebben. Tja, onkruid vergaat nu eenmaal niet. Maar met het heraanleggen van enkele perken en het efficiënter gebruiken van de borstelwagen denkt de gemeente al voor een stuk te anticiperen op het probleem.